Vorige week in de wereld van Bellewaerde. Na de Halloweenperiode sluit het park voor 5 maanden de deuren. En het afscheid valt zwaar. Mino, Vijzel. Groepskluffel. Het park stelt de nieuwe attractie Dawson Duo voor aan de pers. En de dierenverzorgers onderzoeken of giraf Simone een kleintje verwacht. Zit aan het gewicht, dat is te veel aan het schommel. Dat zeg je erop, toch? Ja, precies. Achter, een beetje rechter. De managers van het familiepark Bellewaerde worden piekfijn uitgedost. De heropening van het park nadert met rassen schreden. En het management wil vandaag de seizoensmedewerkers in stijl ontvangen. Vandaag is het kick-off dag. Het is een officieel startmoment. Wij zijn dus de mensen van dienst, dus het onthaal doen. In opdracht van Annelies, onze personeelsmanager, moeten wij nu dat ondergaan. Met plezier natuurlijk doen wij dat. Ja, wij gaan dus onze seizoensmensen, iedereen die aan de attractie staat, overal in het park, in de restaurants, in de shops, gaan wij nu verwelkomen vandaag. Na 4 maanden is ook Lindsay blij om terug in het park te zijn. Ze zijn heel spannend te dat. Een beetje vakantie kan geen kwaad, maar ik ben blij om weer terug te zijn. Het is een andere sfeer, hè. Zijn weer terug onder uw familie. Oei! Ik kijk daar heel het jaar naar uit om weer terug te keren. Ik wil ook zijn pakje voor aan de attractie te staan. Maar mijn haar gaat niet goed liggen, toe met zijn noetje. De dierenverzorgers hopen straks ook een nieuwkomer te verwelkomen. Want giraf Simone was vorige maand 25 kilogram aangekomen. Kimberly en Herlinde willen een maand na de eerste meting nu graag opnieuw extra gewicht aflezen van de giraffenweegschaal. 810. En nu staat Kito erbij. Dat zie ik direct. 1200. Want Kito gaat eraf. Ja. Probeer het nog een keer. Nu is Simone er alleen. Allee, oké. Okay. 811. Dat is al wel, ja. 810, dat is iets bij. Ja, maar dat is niet veel. Niet veel bij, hè? Nee. Voor een maand, hè? Ja. Niet veel. Hè. Dat is 5 kilo bij, dat is eigenlijk echt niet veel. Hè. Nee. Misschien is de kleintje hier afje. Toch blijf ik erin geloven, hè? Ja, hij is vrij optimistisch. Ik wil echt gewoon een baby giraf zien. De liefde is er wel al in ieder geval. Ja, anders alles goed. Ah, de kleine, Jori. Ja, die foto's zien met een chocomot? Ja. Zoals een schone taart had. Ja. Hey. Oei, daar is goed. De attractiebedieners zijn blij om elkaar terug te zien na 5 stille maanden. En de sfeer zit er al meteen goed in. Ik ben een hele winter geslaagd. Ook op het boemeltreintje dat hen al het nieuwe in het park laat zien. Ook de nieuwe attractie wordt uiteraard aan Lindsay en haar collega's voorgesteld. Shit, we hebben gewonnen. Dit is de nieuwe attractie die we dit jaar openen. Dawson Duo, een Europese primeur. Waarbij dat we voor het eerst in Europa een Alpine Coaster gaan hebben met 2 sporen naast elkaar. Momenteel leggen zo'n 60-tal personen de laatste hand aan de attractie. Ik ga kot in daarboven, geloof het. Allee, je ziet, dat zit echt in mijn hoofd, hé. Dat is een zon. Maar zijn een beetje buik, hè? Ik vind dat ook. Als je vergelijkt met Kito. Bij de dierenverzorgers kijken ze erg uit naar een baby giraf. Want kleine dieren blijven ook ervaren verzorgers nog altijd vertederen. We hebben hier alleen al nu een kleine legkip en Kimberly is het tam aan het maken. Elke dag is ze al bij haar en in haar fietsmand door het park. We hebben hem al een ringska gedaan, maar je zit tussen 13 andere legkippetjes. Ja. En je komt al. Meestje heeft hier veel liefde. Dat is niet normaal. Of dat nu groot of klein. Hallo Bellewaerde.
Op de kick-off-dag in Bellewaerde weten de medewerkers even niet meer wat hen allemaal overkomt. Hallo iedereen, mijn naam is Stef. En vandaag is het een beetje de bedoeling om jullie de hakka aan te leren. Jullie kennen dat misschien. Hakka's komen eigenlijk oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. Dat waren eigenlijk warrior dances. Tussen verschillende stammen werd dat gedaan. Altijd in het begin van een battle of een oorlog. Nu wordt dat heel vaak gedaan bij geboortes, bij sterfgevallen, bij een tal van activiteiten. Bijvoorbeeld bij een kick-off van Bellewaerde. Dus, de eerste beweging. In 3, 2, 1. Kamate, kamate, kora, kora. Tenete, tangata, uhuru, huru, nana, iteke mai. Verderop in het park proberen ze vandaag ook nieuwe dingen uit. De studenten dierenzorg zijn op bezoek en hebben hard gewerkt aan nieuw speelgoed voor de dieren. Dat zijn de zevendejaars dierenzorg. Dus een van hun vakken is verrijking voor dieren. Dus zij maken allerlei toestellen om eigenlijk de dieren bezig te kunnen houden. Dus over het algemeen is dat wel iets met eten gelinkt. Dus hierin komt er hooi. Hooi of eten, ja. Dus... Of appels of... Ja. En banden ook. Ja. Banden eraan, ja. Ja, maar ja, eerst hè. Ja. Moesten we kunnen, toch tussen twee bomen lang, want als je hem op een paal gaat zetten, een bison gaat gewoon een keer even zijn hat tegen je en het leidt omver. Is dat klasse? Bij het olifantenverblijf wordt vandaag het bad gevuld. Nu het opnieuw beter weer is, mogen de twee olifanten van Bellewaerde weer genieten van het water. Dat we weer een eerste in de zomer als het show weer is. Ja, dat is wel waar. Dat is wel van leuk om te zien. Wat er aan appeltjes als Fahim er gaat inmogen, van toen gaan we het zien. Nou ja, Fahim zou te rap rijden, want dat toen gaat. Ja, ik wil het, maar als de toen gaat doet, als er andere appels zijn, dan is het hetzelfde. Nog even stretchen en dan zijn de olifanten klaar voor een verse duik in het water. Het seizoenspersoneel heeft ondertussen een opdracht gekregen. In verschillende groepjes moeten ze zelf een eigen hakka maken. De nieuwe attractie Dawson Duel inspireert ook. Maar iets kun jij nog doen? Hij zit de leider? Ik ben de leider. Ah, fantastisch. Wat heb je al allemaal? Heb je introductie al? Ja? We hebben nu ook al de zin aangepast. Dan wordt de derde zin, dat wordt Duelty, Dawson. Hoe? Gelinkt aan de nieuwe attractie. Aha. Mag ik het kiezen? Ja, zeker. Allee, best. Are we going in duel? Ja! Kamate, kamate, dora, kora, kamate, kamate, kora, kora. Aan de nieuwe attractie wordt ondertussen hard gewerkt. Wij moeten dat maar aanmelden aan poort 3. Technisch manager Geert coördineert alle werken. Ze zijn licht 40 nou in. Ja, voor zo'n probleem ik het zo weit niet. De huur halt. Alles is goed. Maar, Läuft zo weit. Ja, moet je voorstellen dat het allemaal in het groen staat nog. Dus, gaat echt tussen de bomen zitten. Hè. Dat is wel. Het begint stijl aan zijn vorm te krijgen. We zien nu de attractie op zich. Alles was eerst op plan getekend. Wat moeilijke inschatting was wat dat geeft van volume. Op plan is alles heel klein. Maar als je hier van boven staat, is dat wel iets heel anders. Hij zakt nog. Ook dierenverzorger Edwin is aan het bouwen aan een iets kleiner project. Dat is niet waar, dat is niet waar. Zijn je waterpas mee, die tijgers? Het nieuwe speelgoed voor de tijgers moet straks voor een nieuwe uitdaging zorgen voor de dieren. Ga je dranken? Ja, maar dat had je niet. Je moet zo. Ah, zeg. En nu de kemmetjes.
Dat is dan niet te rap, het volgende. Ja, het zien zou kunnen, maar ja. Simba is heel nieuwsgierig. Die hoeft waarschijnlijk tamelijk krap naartoe gaan. Ja. En ze ruikt ook heel goed, dat vlees. Kom, Tunks. Bij de olifanten is er nog wat aarzeling om in het verse bad te stappen. Je hebt mooie aan de kant. Dat zie je ook. Ja. Ja, goed zo, Tunga. Kom, jongen. Ja, naar poet. De ene olifant overwint zijn watervrees al wat sneller dan de andere. Ja, Tunga is al een beetje dieper. Allee, Tunga, nu kun je er helemaal in. Ja. Ja. Goed zo, jongen. Allee, Fahim, jongen. Simone. De giraffen komen best kim in dat zijn. Vind je dat zo eentje wel? Maar ja, maar jonk. Simba. In het tijgerverblijf is het speeltijd. De jacht op het kippenvlees is geopend. Hij heeft onmiddellijk de link gelegd, van daar komt er eten uit. We hebben ook een beetje kip aan de palen gesmeerd, om zeker te zijn als ze er naartoe gaan. Dom zijn ze niet, hè? Ze zijn wel snel door. Hè? De kipjes worden snel gevonden. De studenten kijken tevreden toe van op veilige afstand. Ja. Voor ons is het ook altijd heel leuk, zo'n verrijking, en als je ziet dat geslaagd is. Wat nog gebruiken, dat is zeker. Het schept ideeën voor andere dieren ook. Hè. Hij heeft er al een paar kipjes uitgehaald, maar hij wil nog. Ah, nou, kijk nou een pootje. En nog een pootje. Zijn je er klaar voor? Hier! 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 Kamate, kamate, kora, kora. Kamate, kamate, kora, kora. Haka van de eerste groep kan al op succes rekenen. Verderop in het park hoopt dierenverzorger Edwin op evenveel succes. Want de studenten dierenzorg hebben ook speelgoed voor de bizons gemaakt. Het zijn ook gastjes niet te onderschatten zijn. Vooral ons manneke, Balder. Prachtige, massieve kop heeft hij. En hij reageert zich graag af op dergelijke zaken. Dus hij had er wel een keer goed met zijn kop tegen zitten, denk ik. Ja. De studenten zijn er maanden mee bezig geweest. Machtig dier, jij dat ziet. Dat is ja, een robuust dier, een sterk dier. Kan alles verzetten, dus dat zal allemaal geen probleem mogen zijn. Dus. We hopen juist dat het lang mee had. Dus al. Kan je kijken, hè? En het is de bisons niet makkelijk gemaakt door de jonge studenten. Ja, ze gaan er naartoe zijn aangetrokken, dus... Ze zijn er nog lang mee bezig, dus dat is ook zeer belangrijk. Dat is niet kapot. Dus... dat is het voornaamste dat niet kapot is. De leerlingen hebben er veel tijd in gestoken, dus zowel de tijgers als de bisons is het een zeer mooi resultaat. Dus ik ben content. Een appeltje heeft de bison wel verdiend. Are we going in duel? Ja! Kamate!
De kick-off-dag van Bellewaerde eindigt met de laatste hakka. Het seizoenspersoneel is klaar voor het nieuwe seizoen. Ik heb heel goed nieuws voor jullie, want er is een aperitiefje en eten en dat soort toestanden. Goed, voilà. Nog een keer een applaus voor jullie, Bellewaerde. Goed gedaan. Oké, smakelijk en geniet van je. Van de baan wordt sneller. Ja, een bisschen sneller, weil es Aquaplaning dann ist. Ne? Also ja, wird ein bisschen schneller bei Regen und bei Trocknen, das ist halt normal. Bei Schnee fahrt ihr eh nicht. Bei Schnee bleiben sie meistens stehen. Christophe en Tina van de marketingafdeling zijn voor één keer op bezoek in een ander pretpark. Want vandaag worden de Diamond Theme Park Awards uitgedeeld. Dat zijn de Oscars van de attractieparken. En Christophe heeft goede hoop dat Bellewaerde in de prijzen valt. We hebben toch een elftal nominaties in de wacht gesleept. Op diverse categorieën. Beste service, mooiste dierentuin, leukste geboorte, beste beleving op een attractie. En het kan zijn dat er toch één of twee gaan verzilveren. En zoals bij elke prijsuitreiking is er ook achter de schermen van de Diamond Theme Park Awards best wat spanning. Is er al een kopje van de sluiter? Ik hou een beetje van de suspense eigenlijk, voor jullie het nog wat in spanning te houden. Dus, de kans is groot, ik heb veel nominaties gehaald eigenlijk. Dus, het zijn mooie uitzagen. Ik ken ze al, maar jullie nee, nog niet. De spanning wordt er nog even ingehouden. Aan de nieuwe attractie in Bellewaerde is de spanning al minder. De eerste tests met de sleetjes verlopen uitstekend. We hebben nog maar blauwe schlitten reingedaan, dat we die schlitten rondlopen kunnen. Dan komt de nächste van de grüne zijde. Also die bremsen automatisch am Bahnende mit der Fliehkraftbremse ab, durch die Magnet, durch den Wirbelstrom. Die Sleetjes zijn eigenlijk een beetje zelfdenkend, zeg maar. Ze communiceren altijd met de voorganger. En van het moment dat de afstand te klein wordt tussen die twee sleetjes, gaat de achterliggende afremmen zodanig dat er geen botsing kan gebeuren tussen de beide in feite. Opluchting ondertussen in Walibi bij marketingmanager Christophe. Bellewaerde haalt 3 prijzen binnen. Proficiateerd. Ik heb gezien dat er al een persbericht wordt gestuurd. Dat is de belangrijkste. Ah, mooi. Proficiat. Heel blij. Vooral de prijs voor park met de beste dienstverlening zorgt voor de grote smile bij Christophe. Ja, Julian, hoe gaat het? Ganz goed. Ja, goed. Ja, ja. Und, met die testen? Technisch manager Geert krijgt ondertussen ook aan het vertrekpunt van Dawson Jewel extra uitleg van de Duitse bouwers. Want hier moesten die Leute einsteigen. Ganz genau. Später werden dann die Leute einsteigen, müssen durch das Personal angeschnallt werden. Okay. Gott muss gestraft werden. Wenn dies dann alles überprüft worden ist, kann man anhand von diesem Taster. Da mussten die Schlitten freigeben. Genau. Wenn dann der Schlitten an der Startrampe angekommen ist, kann er durch das Betriebspersonal gestartet werden. Together and okay. Verderop wordt het personeel van Bellewaerde feestelijk ontvangen. Het is leuk dat we op vuur in de zon. Hi Leo. Want de behaalde prijzen zijn vooal hun verdiensten. Ik kan me voorstellen dat het niet elke morgen hier zo is. Hè? Niet elke morgen, maar toch regelmatig. Ja, dat is waar, ik weet het. Regelmatig, maar we doen dat regelmatig voor het personeel. En zeker nu vandaag is het toch wel het moment om te doen, om ze te bedanken. We hebben terug 3 toffe prijzen gewonnen. Wat? 3? Ja, 3. Maar eigenlijk de belangrijkste opnieuw, de beste service. Dat zijn onze mensen die dat doen. Prachtig. Ja, pas op, Marie. Ook de smile manager heeft natuurlijk zijn positieve invloed op onze medewerkers. Ja, dus dat is nu al een eindje dat we met u werken. Ja. En blijkbaar heeft dat wel een goede boost gegeven de voorbije maanden, de voorbije jaren zelfs. Ja. En nu sinds 2 jaar dat we die award winnen, dat gaat er misschien ook wel iets mee. Dat kan geen toeval zijn, volgens mij. Nee, dat is geen toeval. Precies. Ik ben het leukste avontuur. Wat is het? Wat is het?
blijkbaar goed personeel, allemaal, heel team. Zowel directeur tot en met de attractiebedieners tot Lindsay. Ik ben niet omdat ik hier ben. Iedereen moet hier gelukkig zijn. En willen ze gelukkig aan de mensen? Gelukkig zijn. Lindsay is ondertussen haar vrolijke zelf bij de parkbezoekers, onder goedkeurend oog van smile-manager Marino. Het is altijd zo'n content meisje. Ja. Maar je doet dat wel goed, ze. Is dat? Nee, je doet dat echt goed. Probeer het toch? Ja. Doe mijn best. Hoe lang werkt hij? Van vorig jaar in juni. Ah, oké. Okay. Ik heb vorig jaar een interactie met de mensen. Ja. Dat ik er kan een ozel mee doen. Ja, maar je doet dat goed. Lindsay heeft ook haar vertrouwde grapjes. Hoi, ik heb een klein probleempje. Hoesje? De batterijken werken niet. Oh. Ik ga me al 5 seconden moeten laten opladen, ze, anders gaan die omhoog kunnen gaan. Anders moet je nog even wachten, hè. Eigenlijk moeten we dat niet doen, hè. Oh, dat vind ik wel goed. Dat vind ik wel goed. Lindsay, je bent een deugniet. Nee. Zo de mensen doen schieten. Die doen een ander broek. Dat is plezant. Vliegen allemaal, hè. Heb je gezien? Dat is wel goed, hè. Zeg, de batterij is plat. De batterij was niet leeg. Dat was echt niet zo. Een belangrijk moment aan Dawson Jewel. Parkdirecteur Stefan mag als allereerste de nieuwe attractie testen. Gordels test hier, gordel om. Niet onbelangrijk, hè? Oké. Okay. Ik zal u vrijgeven. Ik klein een beetje zenuwachtig, maar goed, hè, dat is logisch. Heel zeg. Ja, prachtig, hè, prachtig zegt hij. Dat is de bedoeling, hè? De parkdirecteur kan zijn geluk niet op. Na 3 jaar werk is het eindelijk zover. Ja! Prachtig, prachtig, prachtig. Oké, okay, alsjeblieft, s'il vous plaît. Smile manager Marino is een gelukkig man. Zijn job wordt steeds minder nodig, want ook bij attractiebedieners Matthias en Kenneth moet hij de grote glimlach niet meer aanleren. Opgepast, want het is een beetje glad, hè. Dat je niet op je poep valt. 1, 2, 3, jabla. High five. Ja. Dan Matthias, ça va? Ja, absoluut. Het is wel goed in ambiance, hè. Oké, okay, ik ga er samen staan. Altijd ambiance, ja. Smile, hè. Hela, zeer ja, ja. Belangrijk, hè. Dat is natuurlijk wel een droomjob voor mij ook wel. Om hier te werken, dat is gewoon ook een droom voor mij. Dus ik ben even content hier. Het is echt wel wauw. Om hier te werken, echt wel. Nou, niet overdrijven ook, hè. Oh, ik vind dat wel. Ik vind dat wel, ja. Oh, Marino zie je altijd direct lachen, hè. Ja, ja, dat is waar. Zo'n enthousiaste mens. Ja, En ook van Gent. Ja. Ja, dat zijn de goeie. Dat zijn de goeie. Jij ook van Gent? Ik ben ook van Gent, ja. Is het waar? Ik ben verhuisd voor Bellewaerde hier naar West-Vlaming. Oh, dat meen je niet. Ik ben een eigen burger door West-Vlaming. Alleen, Max. Aan Dawson Jewel worden de laatste details afgewerkt, maar parkdirecteur Stefan heeft wel zijn eerste rit achter de rug. Ja, Stefan, hoe was het? Heert, goed, goed eigenlijk. Het was een toffe rit. De eerste keer is natuurlijk speciaal.
Hij, hij vertrekt traag en heeft zo die hoogteervaring. Ja. En dan begint hem snelheid op te bouwen naar de bocht toe. Wat dat zeer goed is. Maar dan naar de eerste bocht rent hij al een beetje af met die magneetwerking. Ah, ja, ja. Dat is misschien nog iets die... Maar die wagentjes moeten nog een beetje roderen. Dus zo, dat, zo tweetal plaatsen waar hij misschien net iets te veel afrent. Maar dat is nog afregeling. Ja, ja, ja. Dat komt wel goed. Nee, het was een toffe rit. Een echt gentleman, hè. Voilà, zie. Wat hij als ze zegt dat het toch was voor mij om voor Sam te werken. Wij voelen elkaar ook vrij goed aan eigenlijk. Door de dam eigenlijk veel Sam doen ook buiten het werk. We zijn samen in een theatergezelschap. Ik ben de regisseur en hij is mijn assistent. Eigenlijk speel je hier ook een bepaalde rol. Hè? Hier in Bellewaerde speel jij de rol voor de mensen eigenlijk te animeren en blij te maken. Dat is eigenlijk het belangrijkste dat we hier doen. Hè? De mensen met een smile op hun gezicht hebben. Hè? En als ze dat niet hebben, dat is niet leuk voor de mensen. Hè? Bellewaerde moet wel een dag zijn dat de mensen aan slag naar buiten gaan natuurlijk. Dus dat is zelfs met een toneel, met onze comedies, hè, is het ook direct. Mensen moeten met een lach naar buiten gaan. Hé, hey, Matthias. Zij, binnen een jaar of twee kunnen hij die show presenteren. Hè? Ah, wel, maar eigenlijk binnenkort moet ik hem doen. Is het waar? In mei moet ik hem twee keer doen. Allee, jong. Ja. Ik heb ook gestudeerd voor acteur, dus op zich... Ah, is het waar? Maar natuurlijk, ja, in een acteur, taal. Ja, ik ben acteur. Allee. Maar ja, ik doe er natuurlijk wel weinig mee. Maar natuurlijk hier. Ja. Ik werk hier super graag. Ik ben hier al daar en het zit hier vol met acteurs. Ah, dat is dat, dat is dat. Je moet een beetje kunnen acteren voor in de Bellewaerde te zijn. Ja, dat is waar. Dat mensen is waar. Aan animeren, hè, natuurlijk. Dat is altijd belangrijk. Hè. Dus ja, kijk. Ik ga nog een beetje verder doen. Ah. Volgende week in de wereld van Bellewaerde. Matthias zijn droom gaat in vervulling. Hij presenteert de stunt en dive show. Waar is Charlie? Hoe is Charlie? De dierenverzorgers gaan naar de verplichte maandelijkse schiettraining. We hebben een 10-8 op de Dawson Duel. En de nieuwe attractie Dawson Duel gaat open voor het publiek. Bent u er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor.